ben Katrijn van Houwermeeren. Sinds een aantal weken ben ik aan de slag gegaan als hoofdredacteur Vlaanderen bij De Bezige Bij. En hoe ik hier terecht ben gekomen is eerst gestudeerd in Vlaanderen. Daar ben ik ook oorspronkelijk vandaan, uit Roeselaren, gestudeerd in Gent. Daarna stage gaan lopen hier bij De Bezige Bij. Wat wel grappig is, dat ik hier uiteindelijk weer terecht ben gekomen. Maar er kwam nooit echt iets vasts vrij. Dus ik heb hier uiteindelijk wel 2 jaar gewerkt, maar een beetje van het een naar het andere. En toen kwam een vacature bij Prometheus. Heb ik 3 jaar gewerkt en nu kreeg ik dit aanbod. En het was een offer I couldn't refuse. En ja, ben ik net mee begonnen. Dus dat is kort hoe ik hier terecht ben gekomen. Vlaanderen en Nederland zijn buurlanden, maar zijn zo ontzettend verschillend op alle vlakken eigenlijk. Omgangsvorm, architectuur. Bekende Nederlanders hier, de meeste Vlamingen kennen die helemaal niet. En omgekeerd toch ook een andere muziekbeleving. En ja, de hele politieke situatie. Landen die best wel hard tegenover elkaar staan, maar wel met een gezamenlijke taal. Dus juist in die taal kun je elkaar wel vinden. En in de boeken dus. Maar daaruit volgt ook dat die boekenwerelden ook heel anders zijn. En dat je ook in de bestseller 60, dat die compleet anders is tegenover Vlaanderen. Terwijl je toch dezelfde taal spreekt. Maar je ziet wel ook dat het vaak wel werkt. Ik bedoel, nu ook met de Boekenweek geschenk was Dimitri Verhulst, de Boekenweek-auteur. Tom Lanois is het ook geweest. Vlaamse auteurs worden in Nederland, vind ik, best wel gewaardeerd. Ja, natuurlijk niet allemaal. Er zijn ook heel veel Vlaamse auteurs die het hier niet maken. Maar goed, dat heb je altijd. Maar een Dimitri Verhulst inderdaad, maar ook een Stefan Hertmans, een Yves Petri, een Griet Op de Beek, een Tom Lanois. Dat zijn allemaal namen die hier ontzettend gewaardeerd worden. Wat wel heel opvallend is in heel veel Vlaamse boeken, vind ik, is, en dat zag je al bij Hugo Claus, dat zie je ook bij Griet Op de Beek, maar dat zie je bij heel veel andere Vlaamse auteurs ook, is dat in Vlaanderen, en zeker ook in, hoe meer je naar het westen gaat, hoe meer in West-Vlaanderen, hoe katholieker, hoe meer, ik ben ook zo opgevoed, gewoon heel conflictvermijdende gezinnen. Waar niks uitgesproken wordt, waar alles in de doofpot gestopt wordt. Ik denk dat dat ook mee bijdraagt aan het feit dat in Vlaanderen veel meer zelfmoorden zijn dan in Nederland bijvoorbeeld. Dat is een hele heftige uitspraak hoor, maar daar zit echt, dat katholieke zit daar nog heel diep en dat merk je nog steeds. En dat zie je heel erg terug in Het Verdriet van België bijvoorbeeld, maar ook in de boeken van Griet Op de Beek. Die worsteling met dat niks uitgesproken wordt en dat ondergronds allemaal borrelt en dat daardoor de hele verhoudingen verstoord worden en dat die gezinslevens compleet verwoest worden of overhoop liggen. Dat zie je minder in Nederland, vind ik. Maar dat betekent in dit geval niet dat soort boeken het hier niet goed doen. Want dat vinden de Nederlanders dan toch wel interessant. Dus er zal wel ergens ook een soort herkenning zijn. Maar ik vind dat in Vlaamse boeken echt ontzettend naar voren komt. Want ik sprak onlangs Maarten Ingels, een jonge Vlaamse auteur in Antwerpen. En toen zei ik wel van, want hier in Amsterdam zeker is het ontzettend, die jonge schrijvers trekken heel erg naar elkaar toe. Zijn ook vrienden van elkaar, helpen elkaar. Gesprekken weinig kwaad over elkaar, ontstaat weinig polemiek. Zijn best wel eensgezind. En ik vroeg, is dat hier ook? In Antwerpen heb je ook zo'n jonge schrijvers zien waar iedereen... Hij zei, nee, dat is er eigenlijk niet. En ik heb wel het gevoel dat daardoor de jonge Vlaamse schrijvers ook best wel wat meer uit elkaar liggen qua... En daar is het ook wel... Het is niet... Je hebt Brussel natuurlijk, je hebt Antwerpen, je hebt Gent. En er is niet een soort hiërarchie erin. Terwijl in Nederland is het wel heel duidelijk. Amsterdam is wel... Weet je, dan zeker de mensen in Amsterdam vinden dat ontzettend, dat toch de grootste stad is. En als je iets in de literatuur wil doen, dat toch wel de goede plek is. En dat is in Vlaanderen veel meer verspreid. Waardoor je toch een gemêleerder aanbod krijgt, denk ik, in debuten dan.